Machines bekijken is leuk, maar er zelf rijden is natuurlijk veel leuker. Voor het eerst op GTH 2015 is er een heus ATV-parcours. Wij gaan de proef op de som nemen. Michiel, verantwoordelijk hier voor het ATV-parcours. Hoe populair is het? Ja, tot nu toe het is redelijk rustig. Maar de mensen die komen, die zijn wel echt, die komen vaak langs nadat ze bij een van de exposanten geweest zijn. Dus die zijn wel echt geïnteresseerd en die proberen dan vaak meerdere voertuigen. Dus het loopt niet storm, maar het is eigenlijk wel fijn dat het rustiger is. Want anders moet je mensen buiten tegenhouden. En welk merk is het populairst? Misschien toch wel de John Deere. Ja, dat is het duurste apparaat wat hier staat, geloof ik. Ja, precies. En gisteren reed ik hier langs, was het aardig nat. En zat er eentje vast hier in het gat achter ons. Ja. Hoe is dat opgelost? Nou, vanochtend nog druk bezig geweest met het terreinbeheer van hier. We hebben bij de sloot hebben we wat opgehoogd, zodat het boven het waterlevel zit. En de meeste hellingen hebben we iets minder steil gemaakt. Zodat de wagens er wat makkelijker op kunnen. Wat is nu de moeilijkheid van dit parcours? Het is goed te doen voor deze wagen, Nou, je hebt er zelf ook al een keer gereden? Ja, genoeg, de hele dag door. Op de rustige momenten, zeg maar. Ja, precies, ja. Nee, het is goed te doen. We hebben nu ook wat stro hier en daar bijgelegd, dat het wat meer grip heeft. En dat het wat water wat opneemt. Maar het is zeker goed te doen, ja. Het zal morgen nog wat drukker worden, denk ik. Het is woensdagmiddag, kindermiddag over het algemeen. Ja. Al voorbereid? Nee, nog niet specifieke voorbereidingen, maar we staan hier met genoeg mensen om iedereen lekker rond te rijden.